Hey, daar zijn we weer met een update. Vandaag is het vrijdag 21 oktober 2022. Ik zit een keer in een andere auto. Het zal iets langzamer gaan, denk ik, in deze auto om op de plek van bestemming te komen. Maar ja, goed, het is vandaag een voor mij een extra beladen dag. Waarom? Het is vandaag 21 oktober, zoals ik al zei. En het is vandaag precies 2 jaar geleden dat mijn moeder aan de gevolgen van corona overleed. Best wel confronterend natuurlijk. Ik voel de aanwezigheid van mijn moeder nog steeds. En ik weet ook zeker dat ze trots op me is met hetgene wat ik ga doen. En dat ze er ook bij zal zijn. Nou, moeder, als je dit ziet of hoort, blijf me volgen. Net zoals de andere volgers. En dat hoop ik ook dat jullie dat allemaal doen. Deel me, abonneer me op mijn YouTube kanaal. En allemaal, natuurlijk om me te volgen, maar ook ten opzichte van Kika. Want misschien benaderen we andere mensen die daar wel heel veel interesse in hebben om dat te sponsoren. We willen het zo groot mogelijk aanpakken. We gaan het voor elkaar maken. Zo dus ook vandaag. Toch de lach en de traan. Zo zit het erbij. Mijn moeder in ere gaat heel de dag met me mee. In mijn gedachten hier. En tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen dat we weer 5 winkels gaan bezoeken. En die 5 winkels die gaan we kijken of ze ook enthousiast kunnen maken. Een overnachting kunnen regelen. Een interviewtje af kunnen gaan nemen in de toekomst. Nou, je kunt het allemaal volgen in deze video. Like het. Abonneer. Volg het. En we gaan zo door met elkaar. Ik zie je direct weer. Doei. Ja, 5 juni, dan zal ik van Deventer richting Dieren vertrekken. En ziet hier een spoor, ziet er achter iemand lopen. Ik weet niet of die van Deventer afkomt of zo, tegen die tijd. Maar we zullen het zien. Ik ga in ieder geval dus naar Dieren. En Praxis Dieren, die is daar. Dus daar gaan we eens even heen lopen. Volg je even mee? Ja. Praxis Dieren dus. Leuk winkeltje. Ik ga dus ook hier binnen kijken of ze een slaapplek voor me kunnen regelen. Nou is dit de vestigingsmanager, is een zwager van Richard, vestigingsmanager in Os. We hebben al wat contacten gehad met elkaar. Dus, en hij heeft me al welkom geheten. Dus ik denk dat het wel goed komt. Hopen het. Nou, ik ga naar binnen. Kijken of ze hier ook zo enthousiast zijn. En dan hoor je direct terug of het ook zo is. Doei! Zo, dat was Dieren bij Hans geweest en de collega's daar. Lekker even in de kantine gezeten, even bijgekletst. Ook weer dol enthousiast, echte makers. Dat was fantastisch. Op 5 juni dus gaan we dat doen. En dan op 6 juni gaan we van hieruit Dieren naar Arnhem-Zuid. Volg me en ik kom direct in Arnhem-Zuid aan en dan zullen we de weg vervolgen. Doei! Zo, dan zijn we van Dieren ondertussen tegen die tijd gaan we lopen en we gaan naar de volgende praxis toe. Van Dieren, moet je zo voorstellen, gaan we naar het zuiden. En dan komen we bij Praxis Arnhem-Zuid terecht. Dat is hier achter. Nou, daar ga ik naartoe. Hè? Dan ga ik even langzaam naar binnen. Zoals jullie zien. Kijken of ze hier ook een slaapplek hebben. Ik zag hier ook wel andere zaken waar ik misschien kan blijven slapen. Misschien daarachter die container. Ook nog een optie.
Nou, we zullen het horen. Ik ga naar binnen toe en ik hoop dat het gaat lukken. Zie je direct weer. Doei. Zo, daar zijn we dan weer vanuit Arnhem Zuid. Ja, want we hebben 3 vestigingen in Arnhem. Arnhem Zuid, ik ga nu naar Nijmegen toe. Mijn vrouw heeft gezegd, je moet hem van boven filmen, want dan zie je het dubbele kin niet. Dat zou best kunnen. Dus ik moet het allemaal nog even leren. Hè? Als jullie tips hebben, geef gerust commentaar. En vertel even van hoe dat ik het anders moet doen. Oké? Okay? Ik ga nu naar Nijmegen toe. Kijken of ze daar ook een slaapplek voor me hebben. Hier komt het vast goed. Ik denk ook wel weer in Arnhem-Zuid. Ook weer een leuk team. Ik word hier zo dol enthousiast van. Nou, tot zo. Doei. Zo, en als we dan van Arnhem-Zuid gaan we richting Nijmegen. Heel mooi stuk ook weer van het land. Ja, Nederland is gewoon heel erg mooi. Arnhem-Zuid, ja, en dan in één keer Nijmegen. Tada! Dat is dus Nijmegen. En hier werkt Nico. Nee, niet die Nico. Die kennen we ook wel van Praxis, maar dat was van eigen huis en tuin. Ik heb het over andere Nico. Ik laat hem even niet zien. Ik ga kijken of ik bij hem kan blijven slapen. Wordt lachen de nacht. Ik weet niet of je dat kan hebben. Maar zullen het zien. Nou, tot zo. Zo. Dan kom ik terug uit Nijmegen. En sommige gesprekken die zijn dan met een lach en een traan. Dat was deze ook. Het was een geweldige ontvangst. Ook weer zo'n geweldige reactie. Ik krijg er echt een boost van. In de filmpje gaat het heel snel. Hè? Want zo loop ik naar binnen en zo ben ik weer terug. En nu gaan we... naar de volgende vestiging toe. En dat is Os van Richard. En vanuit Os daarna gaan we naar Veghel. En dat wordt heel speciaal. Maar dat vertel ik wel als we in de buurt van Veghel zijn. Ik ga nu naar Richard toe in Os. Richard, kom eraan, hè. Oké? Tot zo. Doei. Ja hoor, waar zijn we nu beland? Vanuit Nijmegen zijn we nu aangekomen bij, hoppa, daar is die, Praxis Os. Daar moeten we wezen vandaag. We gaan kijken naar binnen of we eventueel geluk hebben of we hier een overnachting kunnen regelen. Ik weet niet precies de datum wanneer we naartoe gaan. Wel kan ik vertellen, van Os gaan we daarna naar een heel speciale plek en er wordt ook een speciale wandel. Daar hoor je direct meer over. Nou, ik ga naar binnen toe. Ik ga naar winkelmanager Richard, naamgenoot. En hij weet er al van. Hij wist wat ik ging doen, want ik heb hem al eerder bezocht. Maar we gaan eens kijken of we hem nog steeds zo enthousiast hebben als toen we de eerste keer aankwamen. Doei! Zo! Nou, dat was dan Praxis Os. Geweldig weer bij die winkelmanager, bij Richard, naamgenoot. Het gaat helemaal goed komen. We gaan nu naar Veghel toe. En wel om even erbij te vertellen, van Os naar Veghel wordt een hele speciale rit. Of loop eigenlijk, hè? Het wordt een wandel. Richard gaat bijvoorbeeld met me meelopen. En ik heb ook al gehoord, mijn oude districtmanager Jan van Dijk gaat meelopen. Hartstikke mooi. Waarom gaan die meelopen? Omdat deze etappe die we gaan lopen van Os naar Veghel, gaat helemaal in het teken staan van Erik van der Zange. Erik van der Zange... vestigingsmanager was hij van Veghel. Was net zoals ik hartpatiënt. We hadden het er vaak over. En helaas is Erik van der Zange dit jaar op 60-jarige leeftijd eerder dit jaar overleden. Net voordat zijn winkel helemaal verbouwd werd. Dus we gaan die winkel, daar gaan we naartoe. Maar tijdens de voor elkaar maken wandel zal heel die rit in teken staan van Erik van der Zange. Erik, die komt er voor jou aan. En dat wordt een rit. En we hopen met heel veel praxismedewerkers deze rit te kunnen volbrengen.
Praxis Veghel zijn we aangekomen. En ja, dan word ik even iets serieuzer en iets stiller. Want we komen dus van Os gaan we naar Veghel toe. En die gaat ter ere van Erik van der Zanger. Erik dus dit jaar overleden aan een hartstilstand. Zijn dienst was zeer indrukwekkend, zijn afscheiddienst. En eigenlijk ja, zag ik wat hij allemaal deed. Ondanks wat hij allemaal had. Hij was met carnaval bezig, met het voetbal. En al dat niet meer. Een bedrijvig iemand. En ja, hij heeft me eigenlijk geïnspireerd. En ook die inspiratie zorgt er eigenlijk voor dat we één hele speciale etappe gaan doen. En die etappe die zal op 9 juni plaats gaan vinden. Dan gaan we van Os naar Veghel lopen. En daar gaan dan verschillende mensen meelopen. En ik nodig ook collega's uit om mee te lopen. Of vrienden of die Erik een hart toe hebben gedragen. Ook op YouTube zal ik die dag te volgen zijn. En het thema zal dus ook het hart zijn. Zelf ook hartpatiënt. Ook ooit stents geplaatst gehad. Hartinfarct gehad. En ik had het er vaak met Erik over. Omdat we ja, die samen die dingen deelden. Ik heb nog kort gesproken voordat er een refit kwam. Een winkel opknapbeurt zeg maar, van deze winkel. En dat had hij heel jaren voor ogen. En uiteindelijk is het dit geworden. Een hele mooie winkel. Ik ga er direct naar binnen. Momenteel zit daar Bas als winkelmanager. En ja, ik ga natuurlijk ook weer voor een normaal voor een slaapplek. Dat hoeft nu niet. Want ik ga hierna een weekendje, als ik hier aankom, even met mijn gezin vertoeven. En ja, dan is dat dus eigenlijk een slaapplek niet nodig. Maar ik ga nu wel hier naar binnen om te bespreken dat deze beladen dag om daar toch iets van te geven. Ook voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn familie. Daar gaan we het voor doen. Vandaar, ik ga nu naar binnen. Ik wil straks nog wel iets van jullie horen. En ik hoop dat, dat we het ook dit voor elkaar gaan maken. Wat is voor jou, Erik? Zo, dat was een dagje wel. Net terug kom ik nu uit Veghel. Onderweg naar huis. In Veghel dus best een beladen bezoek geweest. Hoewel het gesprek natuurlijk geweldig ging en met het personeel daar en ook met Bas ging fantastisch. Ik blijf er niet slapen, daar ging ik niet voor in de slaapplek. Maar het ging natuurlijk over Erik, hè, de winkelmanager die eigenlijk heel veel indruk heeft gemaakt. Voornamelijk bij zijn afscheidsdienst, omdat je dan pas eigenlijk achterkomt wat zo'n persoon eigenlijk allemaal betekent voor de maatschappij. En eigenlijk is het een eer om hem te mogen gedenken. En we gaan dus ook lopen en hopelijk met meer collega's. Ander ding is natuurlijk vandaag, precies 2 jaar geleden, dat mijn moeder is overleden aan corona. Ja, dat zet je af en toe wel eventjes weer met je voetjes op de grond. Sta je niet heel de dag bij stil, maar toch wel vaak. Maar ik heb toch ook heel de dag daar aanwezigheid gevoeld. En nu ook weer. De zon schijnt in mijn gezicht en het voelt net of dat mijn moeder bij me is. En heel de dag er ook is geweest. En ik heb het gevoel, en ik weet het eigenlijk ook wel zeker, dat ze trots op me zou zijn geweest dat ik dit ga doen. Ik doe het ook weer niet voor mijn moeder specifiek. Maar ik doe het uiteindelijk natuurlijk voor mezelf. Een aantal dingetjes voor mezelf. Voor 25 jaar op een of andere manier bij stil te staan. En natuurlijk voor Kika. En voor het buurjongetje Jaden, waar ik het dan voornamelijk in mijn gedachten meeneem. En dat zie je dan ook tegelijkertijd met mijn moeder terug. Jaden heeft ook in de jeugdgemeenteraad gezeten. En toen was hij samen met mijn moeder, daar ging hij voor koekjes bakken. Toen mijn moeder in de woongroep zat. En daar keek hij eigenlijk weer naar uit dat weer een keer opnieuw te doen. Helaas is dat niet meer gekomen. En al die dingen samen, ja, hopen we daar in ieder geval toch iets moois van te kunnen gaan maken. Volgend jaar tijdens de Voor Elkaar Maken wandel. En daarom vraag ik u ook allemaal, ja, misschien vindt u mij wel een eikel of een flapdrol. Nou, oké, nog prima. Dan schrijft u gewoon ergens een berichtje van, kijk nou eens wat voor flapdrol ik op YouTube gevonden heb. Prima, misschien vindt die persoon me dan in ieder geval wel leuk om te volgen. Nou, dan volgt hij me in dat geval of zij. Abonneren dus, zoveel mogelijk. Like me, zoveel mogelijk. Comments noemen ze dat, zeggen mijn kinderen. Laat ze comments geven, zodat ze ook weten wat ze er echt van vinden. Volg me op Facebook. Kijk ook op de Kika-pagina. Hoeft nog niet te sponsoren. Zijn er mensen die dat doen? Al is het maar een aanmoedigingsprijs, maar ook al. En sponsor dan
op het moment dat ik die kilometers aan het afleggen ben. Allemaal prima. We gaan er iets fantastisch van maken. Blijf me volgen. Blijf me liken. Blijf me vooral delen. Zoveel mogelijk delen. En ik ga zorgen dat ik nog meer filmpjes kan brengen. Ook filmpjes met een traan. Maar ook zeker met een lach. En voornamelijk met een lach. Want we moeten positief zijn, mensen. We gaan er positief in werken. De rapportages die er komen gaan zullen zien. Over 2 weken ga ik nog de andere winkels aandoen. En daarna dan zul je zien hoe dat mijn voorbereiding voor de rest loopt. Ik wil alle makerscollega's zeggen, fijn weekend. En ook tegen alle andere volgers en mensen, ga lekker van de dag genieten. Ga van de momenten genieten die er zijn. Er is genoeg ellende op de wereld. Maar een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, is me altijd verteld. En zo wil ik eindigen. Smile. Time.